Theo van Doesburg, ofwel Christian Emile Marie Kuper, werd geboren op 30 augustus 1883 in Utrecht. Het grootste deel van zijn leven was hij een autodidact. In het begin van zijn carrière schilderde hij vooral bruinachtige en dik aangezette landschappen. Een voorbeeld hiervan is zijn schilderij Landschap met molen en kerk. Hierop is te zien dat er vooral met grove en dikke kwasten is gewerkt en er voornamelijk donkere kleuren zijn gebruikt. Later ging hij vanuit een humanistisch christelijk standpunt schilderen, mogelijk beïnvloed door Van Gogh. Hij interesseerde zich steeds meer voor de lijdende en zoekende mens. Hiermee wilde hij de mens een spiegel voorhouden en dit leidde tot de serie litho's. Een grafische techniek waarbij een tekening wordt gemaakt op een bepaald soort kalksteen en daarna met een pers op papier wordt aangebracht. De man die bow trekt is daar een voorbeeld van. De lijnen zijn grof en snel aangebracht, waardoor ze sterk worden overdreven. Dit leidt tot een soort levend effect. Ook maakte Van Doesburg in deze tijd talloze zelfportretten om de techniek van de portretkunst onder de knie te krijgen. In zijn zelfportretten schilderde hij zichzelf vrijwel altijd als arbeider met werkkleding en pet. Zijn bekendste portret is zijn zelfportret met hoed, waarbij hij dikke kwaststrepen en donkere kleuren gebruikt. Aanvankelijk had Van Doesburg geen interesse in abstracte kunst, zoals kunstwerken van Picasso en Kandinsky. Later begon hij echter zelf met het maken van moderne kunstvorming. Hij vond het natuurgetrouwe nabootsen van de werkelijkheid niet meer zinvol. Zijn eerste schilderij in deze nieuwe stijl was het meisje met ranonkels. Het gezicht is met een asymmetrische en absurde vorm weergegeven, met behulp van olieverf op doek. Hierna volgde een serie van allemaal kunstwerken in abstracte vorm. Toen hij met Piet Mondriaan in contact kwam, ging Theo van Doesburg zich steeds bezighouden met de nieuwe beelding, oftewel neoplasticisme. Een van zijn schilderijen was Compositie 9. Hierin schilderde hij vooral met scherpe hoeken, rechte strepen en harde kleuren. Wel gebruikte hij nog steeds olieverf bij het schilderen op een doek.